Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 10 voor 8 vanochtend zien we dat de bewolking al behoorlijk aan het toenemen is vanuit het zuiden. Met name in het noorden kan nog wel even de zon schijnen. De temperatuur stijgt daarbij naar zo'n 20 graden in het zuidwesten tot uiteindelijk maximaal 24 graden in het noordoosten. De bewolking gaat uiteindelijk wel overheersen en vanmiddag volgt er dan vanuit het zuiden stevige neerslag. Dat wordt geleidelijk aan buiige neerslag. Dat betekent dat er ook heftigere momenten met neerslag zijn. Het kan even flink doorregenen en er kan ook onweer bij zitten. Vanavond blijft het bewolkt en regenachtig. Het kan soms echt flink doorregenen. Temperatuur daalt dan naar een graad of 17 en de wind draait naar het zuidwesten en trekt even flink aan. Morgen is er van tijd tot tijd weer zon. Maar in de loop van de dag komen er ook weer een aantal buien voor. Met name in het zuiden en zuidwesten, maar ook in het westen en noorden kan een enkele bui vallen wordt ongeveer 20 graden, en dat is ook de middagtemperatuur op donderdag, vrijdag en zaterdag. Donderdag zijn het, uh, is het aantal buien duidelijk wat groter. Vrijdag en zaterdag zijn er uh, wat vaker droge momenten. Er waait overwegend een matige westelijke wind. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.